tijdens die eerste militaire actie dat u de Nederlanders kon tegenhouden, eventueel verslaan? Nee, dat is zeker, dat wisten we van tevoren, dat wij niet konden doen. Waarom? Ik ben ook wel militair om maat te gaan. Er zaten twee divisies hierin. Generaal Busbritt met de 7 december divisie in Jakarta en generaal De Waal met de B Knil divisie in Bandung. Mijn divisie is per divisie soms alleen maar 20 geweren. Ja. Dat is niet om te vechten, dat is duidelijk. Maar het probleem is niet dat, al begrijp je dat. De soldaten en het publiek kan dat nog niet begrijpen. Ze denken dat wij wel kunnen tegenhouden, dat is het probleem. En daarom waren we niet goed voorbereid voor de guerrilla. Dus laat ik zeggen, ik heb ook niet veel geleerd op de Hollandse Academie over guerrilla natuurlijk. Wel over een regulair vechten, maar niet over dit. Dus het was inderdaad een grote schok geweest. Dat die Hollandse troepen verrassend zijn gaan optreden. Verrassing qua tijd en plaats. En manier, ja, dat is een grote, een alzijdige verrassing. Dus we waren werkelijk wanordelijk voor een paar weken. Huilende commandanten hebben mij ook omhelst. Ik herinner nog die dagen, maar ik kon ook zelf doen, want de Hollandse jagers die zorgen ervoor dat alle wegen in West-Java door gemitrailleerd werden vanuit de lucht.